Leerkrachten hielden stille loop. Dijk te Alkmaar opgeleverd. En sport en spel is altijd belangrijk. Goedenavond en welkom bij deze uitzending. Na 9 jaar hard werken is de dijk van Kommerwijnen opgeleverd. De dijk was nodig om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast meer is voor de bewoners. Bij Alkmaar was er een feestje om dit te vieren. Ja, 1, 2, 3. Ja, man. Het heeft wel 30 jaar geduurd voordat deze dijk echt op de juiste manier aangepakt kon worden. De dijk bij Kommerwijnen is in een aantal delen gebouwd. MNO Vervat, het bedrijf dat dammen bouwt, heeft samen met het bedrijf Ilaco de Kommerwijnen dijk afgemaakt. Belangrijkste uitgangspunt, oeverbescherming, dus hoogwaterbescherming. En zorgen dat de erosie niet meer plaatsvindt. Ik weet dat er veel bewoners waren van, man, ik kan niet meer kijken. Ik kan niets meer zien. Mevrouw Jenny is hier naast me, ze zegt, ik kan niet meer genieten van het uitzicht. Dat klopt. Ik heb er toen uitgelegd, als het zo doorgaat, gaat u ook niet meer kunnen genieten van uw huis. Uiteindelijk, ik denk dat we met z'n allen staan, hier staan voor een product waarvan wij kunnen zeggen, het staat er. Het staat als een dijk. Niet alleen de hele dijk is aangepakt, maar om het allemaal zo goed mogelijk te laten werken, zijn er ook steigers en wegen aangelegd. Ook moesten waterleidingbuizen worden verplaatst. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken hoopt dat de bewoners van Kommerwijnen niet alleen genieten van de dijk, maar die ook samen goed onderhouden zodat het jaren mee kan. Want het heeft veel geld gekost. We hopen niet dat we misschien volgend jaar hier komen en zien dat dit allemaal begroeid is. We hopen het niet. De mensen van Kommerwijnen die zoveel moesten opgeven, het is altijd, ik zou maar even deze, de mensen die moesten verhuizen. U bent rechtgeaarde Surinamers. Weet u wat het betekent dat u alles opgeeft, terwijl u weet dat u misschien waar u naartoe gaat, het nut van die dam niet meer gaat merken. Maar u doet het omdat de rest die is gebleven het nodig heeft. U heeft het algemeen belang, heeft u gehandeld en dat moet ergens vertellen. Ik neem aan dat dat wel duidelijk bekendgemaakt moet worden. Nu deze dijk helemaal vernieuwd is, zal de aandacht gaan naar de dijk in het district Koroni. Die moet ook aangepakt worden, zodat al het overtollig zeewater niet meer het land instroomt. Met leuzen en gekleed in zwart en wit hebben de leerkrachten verbonden aan de BVL en de ALS gisteren een stil protest gehouden. Dat was in verband met Wereld Leerkrachtendag. Maar meer nog om de aandacht te vragen voor de problemen die er zijn tussen hen en de regering. Ik ben trots op u dat u toch gevolg hebt gegeven aan onze oproep. En we weten dat dit de eerste keer is dat er op World Teachers Day een actie is ondernomen. Tientallen leraren verzamelen zich om in stilte aandacht te vragen voor een probleem. De vakbonden Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de ALS, en de Bond van Leraren, BVL, hebben opgeroepen tot dit protest, omdat ze vinden dat leerkrachten onterecht ontslagen zijn. Siomara Kadoggen is één van ze. Ik heb ieder opgeroepen, weet je, en er komt meestal vanuit de massa, vanuit het volk, de samenleving, dat wij altijd de scholen willen sluiten en onze dingen willen doen. En wij hebben dus ervoor gekozen om in verband met deze dag World Teachers Day, in plaats van de school te sluiten, dan doen we het in de middag. Waardoor wij ook ieder de gelegenheid konden geven om te komen. Wat we aan die samenleving willen duidelijk maken, dat we als natie vanwege het onderwijs in de gevarenzone terecht zijn gekomen. En het is van belang dat wij van de regering te horen krijgen dat men stappen moet ondernemen zodat we uit die gevarenzone kunnen geraken. We zijn echt nu in een diep dal. Het is voor de leerkrachten en alle anderen die participeren een sombere loop. En dat laten ze ook duidelijk zien. Geen hoera-kleur, want we zitten niet in die stemming. Dus vandaar dat wit, dat we hebben geadviseerd wit en een kaars. Gelet op vooral het thema van dit jaar voor World Teachers Day. Teaching in Freedom. Empowering Teachers. Voor ons is het het afgelopen jaar vooral, is dat niet tot uiting gekomen.
Tussen de leerkrachten van de BVL en de ALS en de regering van ons land loopt het nog steeds troef wat afspraken betreft. De bonden hebben voor het laatst nog een brief gestuurd naar de regering, maar die heeft aangegeven dat ze voorlopig geen tijd heeft om die te bespreken met ze. In plaats daarvan adviseert waarnemend president Ashwin Adin dat zij met andere organisaties een oplossing zoeken voor hun probleem. Ik ben teleurgesteld omdat we hebben het geprobeerd om een brief te schrijven en als de waarnemend president reageert met ik heb geen tijd voor jullie, dat geeft hij voor ons eigenlijk aan, het onderwijs is niet belangrijk op dit moment. Als het onderwijs problemen heeft, dan denk ik dat de regering altijd tijd moet vrijmaken om met de vertegenwoordigers van de leraren aan tafel te zitten om te kijken hoe we dat probleem moeten oplossen. Dus wij zullen dat ook niet accepteren. En wij zullen in elk geval stappen ondernemen richting de ILO en mogelijk ook naar de onafhankelijke rechter. Vandaag is het Wereld Cerebrale Parese Dag. Heb je daar ooit van gehoord? Nog veel te weinig mensen weten dat dit een aandoening is van de hersenen. Dus om meer informatie over deze ziekte te geven en er meer aandacht voor te vragen, werd vandaag een sport en spel en awarenessdag gehouden. Op de Mithielschool zitten er ook kinderen die met de cerebrale parese te doen hebben. En wat is het nou precies? Het is een aandoening dat eigenlijk ontstaat doordat er een letsel is in de hersenen. En daardoor is de hele aansturing van het lichaam is gewoon anders. We spreken dan van een beperking. Kinderen met een beperking gaan meestal niet naar een normale school, maar krijgen les op bijvoorbeeld de Mithielschool. Daar zijn de faciliteiten beter aan hen aangepast. Niet alle kinderen van de Mithielschool hebben de cerebrale parese, maar het komt wel bij veel van hen voor. Je hebt dus kinderen waarvan de spieren dan stijf zijn en in een bepaalde houding blijven, waardoor die kinderen misschien op de tenen lopen of dat hun armen in een bepaalde houding zijn. En dan heb je ook kinderen die dus evenwichtsproblemen hebben of kinderen die ook gewoon hun bewegingen niet onder controle hebben. En doordat het een aandoening eigenlijk is dat in de hersenen is, kunnen er ook kinderen zijn met gedragsproblemen, spraakproblemen, etc. De Wereld Cerebrale Parese Dag wordt georganiseerd om de aandoening onder aandacht te brengen en de kinderen een leuke dag te bezorgen. Voor ouders werden er informatiemomenten georganiseerd. Er moet gewoon meer awareness komen van ETCP en als je weet wat het is, dan weet je ook hoe het te behandelen, maar ook hoe je kind eigenlijk te gaan stimuleren om meer te gaan bewegen, want deze kinderen kunnen heel veel. Journey is de moeder van de 9-jarige Ruchelski, die ook de cerebrale parese heeft. Ik vond het wel vreemd dat hij op de 6e, de 7e maand niet zelfstandig zat, ook niet kruipt, wat eigenlijk normale kindjes of baby's dat zouden doen. Dus en zo ging ik weer naar de fysio, ook naar de dokter, vonden ze van er is niets aan de hand. Dus elke keer naar de fysio moeten en daar deed hij testen met de kinderfysiotherapeuten. En dan daar heeft ze het gezegd van dat hij cerebrale parese heeft en dat hij ook waarschijnlijk dan niet zelfstandig zal lopen of nooit loopt. Maar dat wel afhankelijk zijn van een rolstoel of een rollator. Ik heb hem geaccepteerd hoe hij is en dat is het belangrijkste. In Suriname is een kind met een beperking hebben een beetje taboe. En taboe wil zeggen dat men er niet over praat. En men dat kind dus niet zoveel naar buiten brengt. Toch? Terwijl voor elk kind, zelf voor jou en mij, is het sociaal contact belangrijk. Daarom vindt de organisatie het nodig dat veel mensen weten hoe met deze kinderen om te gaan. En voor de kinderen hier vandaag, zij hebben alvast flink kunnen genieten van anderen om hen heen. En de 10 minuten zijn om. Het is weekend. Geniet van je weekend en tot maandag bij een nieuwe uitzending. Doei doei!